Het Elsma Pentacode handstellersysteem kan op twee manieren geprogrammeerd worden. De manier met de dipswitches of de microschakelaars laat ik u in een ander filmpje zien. In dit filmpje wil ik u laten zien hoe het encrypted coding systeem geprogrammeerd wordt. En bij het encrypted coding systeem is er geen codering in de microschakelaartjes, zoals u hier een ontvanger ziet, want alle schakelaartjes staan uit. Dat is ook zo bij de handzender, zoals u hier kunt zien. Echter zullen we de eerste handzender en de eerste ontvanger met elkaar wel moeten leren communiceren. En daar is een procedure voor die eigenlijk heel eenvoudig is. U kunt dan gebruik maken van de ontvanger en één handzender, waarbij u op de ontvanger de knop voor het programmeren indrukt en u drukt bij de handzender de knop in die u wilt programmeren. U ziet vervolgens dat de ontvanger met groen gaat knipperen als bevestiging dat de code is aangeleerd. Nou, op het moment dat we de knop loslaten, stopt hij uiteindelijk na een paar seconden ook met het knipperen. En vanaf dat moment zal de eerste handzender geprogrammeerd zijn. In een volgend filmpje ga ik u laten zien hoe u die code die nu tussen deze twee apparaten is ontstaan, weer naar een volgende handzender geprogrammeerd kan worden.